Deze graflegging is een van de vroegst bewaarde tekeningen van Jacob Jordaens. Hij tekende het werk rond zijn 20ste. Voor de compositie baseert hij zich op een werk van de Venetiaanse schilder Titiaan. Jordaens is echter zelf nooit in Italië geweest en moet het werk dus gekend hebben aan de hand van een kopie of een prent. Jordaens gaat met andere woorden de Italiaanse kunst bestuderen aan de hand van werken die in Antwerpen circuleren. In zijn vroege tekeningen tekent hij met pen, penseel en bruine inkt, wat hij van Rubens heeft afgekeken. Hij imiteert daarbij ook Rubens' tekenstijl, waardoor men vroeger dacht dat deze tekening van Rubens zelf was.